Tussen een demonstratie te Berlijn en Parijs in stuurde China vrij onverwacht een nationaal badmintonteam naar Brussel uit voor een interland tegen de Belgische ploeg. Ook al om meneer Tindemans genoegen te doen, zijn begeleider. China, 's werelds beste in badminton, won met 7-1. Wedstrijden waren het echt niet, zelfs al kwamen de Chinese nummers 1 tot 4 niet mee over. Daniel Gosset, nummer 2 bij ons, strandde twee keer op 15-3 tegen Lin. Michel Gosset, kampioen van België, kwam tegen Shen, nummer 5 in China, twee keer niet verder dan 15-4. Alleen Jean-Pierre Baudouin, pas 17, haalde winst bij de Belgen. Hij deed het tegen Hu. Een bewijs dat de hiërarchie in de jongste kampioenschappen niet juist werd afgesteld. In het dubbelspel zat er nog minder spanning. Roger van Meerbeek, Herman Moens, 12 keer na 1 al kampioenen van België, verloren met 15-2 en 15-7. Bij de dames hadden we echt niemand om tegen de Chinese meisjes uit te komen. Het publiek had misschien nog meer aan een pure Chinese demonstratie onder de finalisten van de Aziatische Spelen in Teheran.